Maandagavond bij de presentatie van een Nauks album in Fabriek des Lumières in Amsterdam, zei Van Nieuwkerk: Het was leuk om weer iemand te interviewen. Ik was om allerlei redenen vereerd en ben ook ontzettend blij dat ik hier mag staan. Vorig jaar kwam Van Nieuwkerk in opspraak door een artikel over een angstcultuur bij zijn vroegere programma De Wereld Draait Door. Recent lijkt hij langzaam weer aan het werk te gaan, met boekpresentaties van Bart Shabot en Euskan Akjoel en nu een Nauks album. Anouk zocht drie weken geleden contact met Van Nieuwkerk. Na een spraakbericht beluisterde van Nieuwkerk haar album Dana en Jim en noemde het crazy, helemaal perfect en zo anders, zelfs vergeleken met de musical West Side Story. Anouk vroeg van Nieuwkerk om de presentatie te doen en liet zich door hem interviewen in een snackbar in Amsterdam Noord. Het hele gesprek verschijnt woensdag op een Anouk YouTube-kanaal.